Een leuk fenomeen dat ik tegenkom bij deze kettingband is het stapelen van partijen door afzonderlijke muzici thuis. Wat betekent dat nou? Je hebt een zogenaamde multitrack en daar speel je dan je partijtje in, zoals trompetist Wouter Bosse hier aan het doen is met een solo die hij voor Ketting 1 heeft gemaakt. Maar dan kan hij ook denken van ja, daar hoort eigenlijk nog een blazerssectie in. Dan speelt hij nog een partij en nog een partij en nog een partij en nog een partij. En dan klinkt er een hele blazerssectie. En dan kan dat uitbreiden met nog meer stemmen, zoals hij dat hier voor het slotakkoord heeft gedaan. En bij Ketting 9 hebben bijna alle muzici dat gedaan. De bassist heeft bijvoorbeeld eerst een synthbas neergelegd en heeft daarna zijn baspartij ingespeeld. Waardoor het nog meer gaat pompen. Percussionist denkt, dat kan ik ook. Ik vind een conga-partij niet genoeg. Hop, vier partijen. En backing-vocalisten, die doen niets anders. Kijk. Dit is Hiske alleen. En dit is vier keer Hiske. Saxofonist kan niet achterblijven. Dus die doet een partijtje en nog een partijtje en nog een partijtje. Zelfs de drummer heeft eerst een DJ-beat neergezet om daarna zijn drumpartij erop te spelen. Ja, en degene die natuurlijk ultiem kan stapelen, dat ben ik thuis met mijn multitrack. And use our powers to change this world.